evenementenbureau bij bezoekersruimte Veluwezoom in Reden is compleet afgebrand. De eigenaar staat met lege handen. Het is een droom die even wegspat. Met de verkoop van aandelen hoopt voetbalclub De Graafschap uit de rode cijfers te komen. En een bloemrijke stoet van praalwagens trok vandaag door Lichtenvoorde bij de 84e editie van het Bloemencorso. Goedenavond, het nieuws van zondag 8 september. Een grote brand vannacht bij het bezoekerscentrum van natuurmonumenten in Reden. Het bezoekerscentrum zelf bleef gespaard, maar de eigenaar van het aangrenzende evenementenbureau zag zijn bedrijf in vlammen opgaan. Dit is wat er over is van het bedrijf van Peter Overstegen. Hij schrok zich rot toen hij vannacht rond 12:30 gebeld werd door de brandweer. Ja, ik doe het samen met mevrouw Marjolein. En ja, de bodem slaat even onder je voeten weg. Ja, dat klopt. De brandweer moest meerdere bluswagens en een hoogwerker inzetten. Maar wist het bezoekerscentrum van natuurmonumenten, dat aan de loods vastzit, te behouden. Nou ja, kijk, het gaat me inderdaad vooral om het drama voor onze partner Peter Overstegen, die echt een hele belangrijke functie had in ons bezoekerscentrum met al zijn activiteiten. Dat is echt vreselijk. En ja, godzijdank is het voor ons goed afgelopen, omdat de rest van het bezoekerscentrum gespaard is gebleven. Maar dat was echt een dubbeltje op zijn kant. Het activiteitenbureau van Peter Overstegen organiseert sportieve evenementen in de vrije natuur. In de loods had hij zijn kantoor, fietsen en elektrische scooters staan en hij beheerde er een servicepunt van de VVV. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. Maar Overstegen voelt zich in ieder geval erg gesteund door ondernemers uit de buurt, die materiaal en werkplaatsen beschikbaar stellen. Want dit is hoogseizoen natuurlijk voor jullie. Dit is eigenlijk het slechtste moment waarop dit kan gebeuren. Ja, dat klopt. Dus we waren hard aan het werk en we gaan nog harder aan het werk. En hier met elkaar, met de brasserie van Vermaat en de natuurmonumenten. We zetten de schouders eronder en het klinkt misschien raar, maar ze geven me ontzettend veel energie van laat dit niet eventjes een keerpunt in je leven zijn. Ga er weer voor, kom op. En samen met mevrouw ga ik het oppakken. De Graafschap wil aandelen gaan uitgeven. De Doetinchemse club kampt met een negatief vermogen van bijna 2 miljoen euro. Een financiële injectie moet de problemen oplossen. De Graafschap boekte gisteren een uitstekende 3-0 overwinning op Telstar. Maar de zege kan de problemen bij de club niet verhullen. Ja, dat is al iets vanuit het verleden wat we meedragen. Als je dan even terugkijkt, in 2007 hadden we nog een negatief eigen vermogen van zeg maar 3 miljoen. Dat hebben we door ieder jaar een positief resultaat te halen. Hebben we dat inmiddels teruggebracht tot 1,9. Alleen je merkt dat we continu achter de feiten aanlopen daarmee. En ook onze liquiditeitspositie daarmee af en toe in gevaar komt. Ja, en dan moeten we eigenlijk in één klap moeten we dat weg zien te werken. En dus komt er een open inschrijving op de aandelen. Maar dat wil niet zeggen dat de club helemaal kan worden overgenomen. We hebben wel gezegd, laten we in eerste instantie voor 49% gaan. Want de club is en blijft van de Achterhoek en is en blijft van de supporters. En dat willen we graag zo houden. Onze identiteit moet in alle tijden behouden blijven. En dat is wel essentieel. Met het uitbrengen van de aandelen hoopt de club 2,5 miljoen euro binnen te halen. Wat de aandeelhouders ervoor terugkrijgen, wordt nog bekeken. Dan gaan we nu helemaal aan het kijken van welke faciliteit krijgen ze, welke voorkeursbehandeling krijgen ze, welk dividend krijgen ze. Dat soort dingen wordt nu allemaal uitgewerkt. Ja, en dan zullen we, het vecht enige nauwkeurigheid. En daar laten we ons bij adviseren. Maar dat is nog in een heel pril stadium van wat krijg je nou voor terug, wat gaat het kosten. Dat zijn we nu allemaal aan het uitwerken. Bloemers hoopt dat over een maand alles is afgerond en de aandelen dan daadwerkelijk kunnen worden uitgegeven. 2500 meter. Zo lang is de route waar de gigantische bloemenwagens in Lichtenvoorde vandaag weer langs trokken. Het op één na grootste bloemencorso van de wereld werd voor de 84ste keer gehouden. In Lichtenvoorde is onze verslaggever Niels Kater. Ja, Niels, ziet er mooi uit in de achtergrond. Hoe is het daar? Ja, het is gezellig vooral. Prachtig weer. Mensen staan hier met een biertje nog even na te genieten. Al die wagens hebben door Lichtenvoorde gereden en ze staan hier nou als het ware geparkeerd. En mensen kunnen tot 11 uur vanavond nog even kijken hoe mooi die wagens eruit zien. En ze hebben de hele dag door Lichtenvoorde gereden en het zag er een beetje uit als een soort van carnaval op bloemenkarren. Kijk. Iemand opgepakt? Ja, een meisje daar. Wat heeft ze gedaan? Ze heeft de CITO gestolen. Dat mag niet, hè? Nee, dat mag niet.
het al zat? Nee, nog niet. Moet de hele dag door? Ja, 2 uurtjes nog. Succes. Ja, dank je. Ik vind dit geweldig. Als ik zie wat voor groei Lichtenvoorde heeft doorgemaakt met dit corso, dat is fantastisch gewoon. Ja, ik vind het prachtig. De techniek valt heel erg op dit jaar. Dus het weer hebben we meer prima. Ja, Niels, nou wordt de winnaar altijd traditioneel op maandag bekendgemaakt. Heb je al een idee van duidelijke kanshebbers? Dat is heel moeilijk te zeggen. Wat dat betreft ben ik blij dat ik niet in de jury zit. Ik kan het misschien het best even vragen aan de organisatie. Alleen Klein Goldenwijk. Wie gaat er winnen? Ik zou het u niet kunnen vertellen. Maar we hebben daar een hele deskundige jury voor. En die heeft daar zich vandaag over gebogen. Ja, hoe werkt zoiets? Hoe gaat dat in zijn werk? Er zijn een 15-tal juryleden die in clusters de wagens bekijken en daar een waardering aan uitbrengen. Dat is een beetje het best bewaarde geheim van Lichtenvoorde? Ja, van 8 uur vanavond tot 8 uur morgen vroeg is dat het best bewaarde geheim van Lichtenvoorde. Ja, dat klopt. Nou, hebben we mooi weer gehad. De sfeer was fantastisch. Hoe kijken jullie er zelf op terug? Nou, de ochtend was bar en boos met alleen maar regen. En uiteindelijk is het mooi weer geworden. De optocht heeft op zichzelf goed gelopen, alleen is er een uitvaller geweest. En 2 wagens hebben het terrein niet kunnen bereiken. Algemeen tevreden dus. Nou, mensen die het willen, die kunnen tot vanavond 11 uur hier nog terecht staan de wagens. En morgenochtend wordt dus de winnaar bekendgemaakt, want daar draait het nog een beetje om bij het bloemencorso. Even afwachten dus. Niels, dankjewel. Ja, en als u nog meer mooie creaties voorbij wilt zien komen, dan kunt u direct na het nieuws kijken naar een special over het bloemencorso met collega Thomas Wustman. En van de dahlia's naar de rozen. Want in Ede is vandaag de Ride for the Roses verreden. Een fietstocht voor het goede doel. Ongeveer 9000 deelnemers fietsten tegen kanker. Ook hierbij gaat het geld dat voor de tocht werd ingezameld bijna 1 miljoen euro naar het KBF. Voordat het startschot voor de 100 kilometer gegeven wordt, staat iedereen even stil bij het doel van de fietstocht. Want iedereen kent wel iemand die kanker heeft of heeft gehad. Ja, mijn vader is overleden en mijn moeder heeft het gehad. Dus dat maakt het wel extra speciaal. Een relatie van ons heeft vorig jaar een kanker verloren. En een andere relatie van ons heeft afgelopen jaar een operatie gehad die gelukkig heel goed uitgepakt heeft. Collega's, de fietsen ook met een aantal collega's. Ja, daar ben je dan wel blij. Ja, het is wat een emotionele fiets toch? Ja, ja, klopt. Zet hem op. Ja, dankjewel. Ook voor weerman Dennis Wild van Meteo Consult heeft de fietstocht een extra lading. Mijn dochter was nog geen 2 jaar oud en kreeg leukemie. En dan kom je in een malle molen terecht. Ruim 2 jaar chemokuren, een aantal jaren onzekerheid. Maar uiteindelijk is ze nu wel een hele energieke puber van 11 jaar oud en kerngezond. Dus dat kan alleen maar met goede medicijnen en heel goed onderzoek. Vandaar ook dit soort initiatieven. 3, 2. Vanwege het slechte weer van vanmorgen vroeg gaan er wel minder fietsers van start. En sommigen moeten zelfs al afhaken voordat ze aan de tocht zijn begonnen. De flinke fietstocht naar Ede toe heeft ze genekt. Nog zijn helemaal doorweekt, ja. Geen plekje wat nog droog is. Nee, we zijn nog aan het opwarmen. Nou, dan gaan we richting huiswaarts. Is het op de fiets of? Nee, we gaan dan met de bus. Maar gelukkig klaart het op en bereiken de meesten uiteindelijk gewoon droog de finish. En met de fiets natuurlijk. Een operaorkest van wereldformaat, verzorgd door lokale muzikanten. En dat in Vorde. Zometeen meer. Het zat de 4300 deelnemers aan de Bridge-to-Bridge-loop vandaag mee. Vlak voor ze van start gingen, hield het op met regenen en brak de zon door. Een record aantal lopers legt afstanden tussen 3 en 10 Engelse mijl af. Ze renden over onder andere de John Vosbrug naar de finish in de binnenstad van Arnhem. In de binnenstad van Tiel is sinds vanmiddag gratis draadloos internet beschikbaar. Het netwerk is aangelegd door een Tiels bedrijf dat ook draadloos internet in de 37 grootste steden van Nederland wil gaan aanbieden. Gebruikers krijgen iedere 5 minuten kort een reclameboodschap te zien. Komend weekend moet ook op het Tielse festival Appelpop gratis internet beschikbaar zijn. Even stoom afblazen en genieten van een treinrit. Dat kon vandaag bij het grootste stoomtreinevenement van Nederland. 8 locomotieven reden op en neer tussen Apeldoorn, Beekbergen, Loenen, Dieren en Eerbeek.
Deze Arnhemse discotheek krijgt morgen bezoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De disco houdt sinds dit weekend als publiekstrekker haaien in haar aquarium. Controleurs gaan de leefomstandigheden van de dieren bekijken. De Partij voor de Dieren stelde in mei kamervragen over het voornemen van de club. Een opera met een groot orkest, koor en solozangers. Dan denk je al gauw aan een voorstelling in Florence of Wenen. Maar voor zoiets hoef je niet zo ver te reizen. In Vorden wordt de ere van het 100-jarig bestaan van de Acht Kastelentocht aan de muzikalische reize van Wien naar Berlijn opgevoerd. Kasteel Vorden was gisteravond omgetoverd tot een heus openluchttheater. Met Weense allure speelden voornamelijk amateurmuzici uit de regio in gelegenheidsorkest Bronkhorst Wind Symphony voor een groot publiek. Nou, dat is een enorme uitdaging. Hele mooie muziek, goede muzikanten om je heen. Nou, dat klinkt dan enorm en een groot orkest. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk boven jezelf ook nog een beetje uitstijgt ook. Ja, die is lustig. Hij is op, en de muzikanten moesten ook het beste uit zichzelf halen. Ze begeleiden namelijk een bariton van wereldfaam. Niemand minder dan Marco Bakker kwam voor deze speciale avond naar Vorden. Er is hard gewerkt, dat kun je heel duidelijk horen. Ze zijn allemaal enthousiast, ze zitten allemaal op het puntje van de stoel. En ja, de kwaliteit en het niveau is zeer goed hoor. De kruisbestuiving tussen amateurs en professionals werd begeleid door plaatselijk professional Jo Boerstoel. Het is altijd interessant hoe die chemie ontstaat tussen de professional en de amateur. En de amateur die al op professioneel niveau misschien acteert. En dat geeft een hele mooie, ja, mooie flow erin. En dat werkt ook heel snel. Dus het is een heel dankbaar project, dit soort zaken, om te doen. En niet alleen de dirigent en de muzikanten waren positief. Ook het publiek was zeer enthousiast. Prachtig, prachtig. Ik vind het echt geweldig. En als ik het orkest hoor, dan denk ik, dat moet haast professioneel zijn. Ik vind het geweldig wat ze voor elkaar gebracht hebben. Qua voorbereiding ook en dan voor zo'n klein dorp. Prachtig. In één woord prachtig. Heel mooi. Vanavond wordt einde muzikalische reizen van Wien naar Berlijn nog één keer opgevoerd. En voor de liefhebbers, er is nog een plekje over. Een grote brand in Zevenaar. Koning Willem-Alexander neemt het droomboek in ontvangst. En natuurorganisaties willen dat we bronstige herten met rust laten. Dat en meer in ons weekoverzicht. Harde knallen en rook die tot ver in de omgeving te zien is. Een grote brand legt kunststoffabriek ProMens en spekpompen in Zevenaar in de as. Koning Willem-Alexander neemt op Paleis het Loo in Apeldoorn het droomboek in ontvangst. Het boek waarin honderden dromen staan moet alle Nederlanders inspireren. Een geruchtmakende zaak bij de rechtbank in Zutphen. Albert Heringa staat terecht voor hulp bij de zelfdoding van zijn 99-jarige moeder Moek. Op de eerste dag van het proces wordt hij verwelkomd door zo'n 200 sympathisanten. Ik vind het wel fijn. Dan hoef je niet met boeken te slepen en zo, en het is makkelijk. Geen boeken en schriften voor de leerlingen van het Koningin Wilhelmina College, maar alles via de laptop. De Culemborgse school is de eerste middelbare school in Gelderland die helemaal digitaal gaat. Extra instructies voor de collectanten van KWF Kankerbestrijding. Het KWF verwacht lastige vragen na de commotie over de riante vergoeding van Koen van Veenendaal, de oprichter van Alpe d'Huez. Bij die fietstocht wordt al jaren geld opgehaald voor onderzoek naar kanker. Kinderen die deel hebben genomen aan die Alpe d'Huez fietswedstrijd, die zeggen ja, ik heb me kapot gefietst en nou verdwijnt, dan gaat iemand anders met de centen lopen. Ja, dat kan ik me voorstellen dat ook ouderen zo denken. Niet storen. De bronsttijd is begonnen en natuurorganisaties nemen maatregelen om te voorkomen dat herten worden lastiggevallen tijdens een paringsritueel. Ja, en dan het weer. Vanochtend begon met flinke hoosbuien, maar vanmiddag zag het er gelukkig een stuk beter uit. Margot, hoe wordt het weer de komende dagen?
Helaas, de komende week staat in het teken van uitermate wisselvallig en ook fris herfstweer. De regen van vanochtend maakte een abrupt einde aan het zomerse weer. Met heel veel regen. De meeste regen viel in de Achterhoek, meer dan 40 mm, 4 emmers per vierkante meter. En hier bij Heumen stonden de wandelpaden vanochtend blank. Oorzaak een storing. Vanuit het zuiden naar het noordoosten trekkend, waardoor we gelukkig vanmiddag weer even in de zon terechtkwamen. Maar vanuit het westen komen nog veel meer buien naar ons toe deze week. Vanavond is het wel even droog in Gelderland, maar vannacht kan er langs de oostgrens en ook vanuit het zuidwesten weer een aantal buien onze kant uitkomen. Tussendoor temperaturen van een graad of 10 en als het opklaart zou het ook wat nevelig of mistig kunnen worden. Morgen staat in het teken van herfstbuien. Er is vrij veel bewolking aanwezig. Heel weinig ruimte voor de zon. En vooral in de tweede helft van de ochtend, begin van de middag, dan trekken vanuit het zuidwesten diverse plensbuien over de provincie. Regenpakken weer, parapluën weer. Misschien zelfs met een enkele onweersklap. In de loop van de middag dan wordt het vanuit het zuidwesten misschien weer eventjes wat droger. Het is fris morgen. Temperaturen van hooguit 16 graden. En dinsdag wordt het niet warmer dan 15 graden. Met veel buien, ook woensdag buien. Donderdag, dat lijkt de minst slechte dag van de week te worden. Dan is het overwegend droog. De hoofdpunten uit deze nieuwsuitzending. Van het evenementenbureau bij bezoekerscentrum Veluwezoom is niets meer over. Na een brand afgelopen nacht. En voetbalclub De Graafschap hoopt met de verkoop van aandelen op betere financiële tijden. Dit was het. Ik wens u nog een fijne zondagavond.